Hey Xander! Hola! Nou, ik heb twee gezellige gasten meegenomen. Supergoed! Ja, want, welkom! Ja, dankjewel, dankjewel. Want ja, ik denk dat ik dat beter aan jou kan overlaten. Waar zijn we en waar ga je ons in meenemen? Je bent in Hartje Ede Centrum. Mm-hmm. We staan hier voor Astrand. En Astrand is het cultureel podium van Ede voor jongeren. En vanuit hier programmeren we eigenlijk alle street art door het centrum heen. Ja. En de afgelopen 5 jaar hebben we dus behoorlijk wat muurtjes op straat in weten te kleuren. En een hoop weten te transformeren in Ede. Ja, dus Ede eigenlijk een stuk vrolijker en gezelliger maken. Vooral kleurrijker, ja. Inderdaad. Ja, absoluut. Het wordt goed ontvangen. En dit jaar vieren we ons lustrum. Dus reden voor feestjes. Nou, leuk. Ja, we kunnen volgens mij meteen hier beginnen. Let's go. Ja. Nou ja, als we het dan hebben over details en expressie, dan echt wel. Is dit er één van. Ja, we zijn een redelijk jonge organisatie. Yeah. We bestaan pas een paar jaar en we wilden eigenlijk dat je aan de buitenkant kon zien wat er hier binnen in dit gebouw gebeurt. Yeah. We doen veel met muziek, dus je ziet eigenlijk een mix van klassiek, ook de urban kant die we heel erg hebben, dus hip-hop, en ook metal, de alternatieve kant. En dat komt hier allemaal samen en dat wilden we heel graag naar buiten uitstralen. Iedereen gebruikt eigenlijk dezelfde spuitbus, hetzelfde middel, maar het resultaat is totaal anders. En iedereen zijn eigen handtekening. Ja, ja, leuk. Zeker. Nou ja, ik ben wel benieuwd naar de rest. Kom hè? Ja. Gaaf hè? Heel mooi. Deze die knalt, die knalt eruit. Die knalt er zeker uit. Hey, dit heeft ook echt een professional gemaakt, Ilko van den Berg. En het idee achter deze muur is, hoe krijg je nou eigenlijk het groen van de Veluwe meer naar het stadskern, naar het centrum? Ja. Nou, als je een beetje out of the box denkt, kun je letterlijk de dieren van de hei pakken en in het centrum plaatsen, maar op een muur. En dat is eigenlijk dit geworden. En het is de eerste grote mural van Ede. Dit zijn lokale jongens geweest. Ook belangrijk natuurlijk als een podium zijn om niet alleen maar professionals en gerenommeerde artiesten uit alle hoeken van het land te halen. Ook een platform te bieden voor lokaal talent. Ja. En dat hebben we hier gedaan. Een mooie glow-in-the-dark totempaal onder andere. Ja, dat is wel heel gaaf inderdaad. Ja. Een hele andere sfeer weer. Kijk. Heel gaaf. Where it all began. Dit waar we nu staan is de Bospoortunnel. Tunnel die eigenlijk het centrum verbindt met de Veluwe, de bossen en de heide. Ja. Dit was een pilot en dat is door het succes hiervan. Dus buurtbewoners die zeiden, dit is echt gaaf. Dit ziet er veel beter uit dan zo'n vervallen, ondergetagd tunneltje. Ja. Ondergekliederd. Hebben we meer dingen kunnen doen. En zijn er dan ook nog bepaalde regels waar je aan moet houden of dingen waar je rekening mee moet houden? Eigenlijk niet heel veel. We willen geen naakt zien, geen religieuze uitingen en geen beledigende dingen. Maar over het algemeen, na 5 jaar, ziet het er nog best wel oké uit. Absoluut. Oh, dit is er wel. Oh, ja. Wow. Dit is de publieksfavoriet. Ja, dat snap ik. Maar het is bijna een ansichtkaart waar je naar kijkt ook. Ja. Dit lijkt een verfkwast, maar het is ook met spuitbus gedaan. Ja, dus denk je, heel knap. Hoe dan? Ja. Het lijkt wel Bob Ross. Precies. Oh, ja. Wat ik dacht. Maar als jullie echt iets indrukwekkends willen zien, dan stel ik voor dat we in ieder geval nog een kijkje gaan nemen bij de silo's. Okay. 17 meter hoge street art. I'm gonna take it to the tip top, baby. Nou, we staan hier bij de Riedel. De Riedel is in Ede echt bekend als een grote fabriek waar frisdrank wordt geproduceerd. Vandaar dat je ook die hele mooie felle kleuren ziet die we daarmee associeerden. Heb je hier ook aan meegewerkt of hangt de werk van jou in de buurt? Er staat werk van mij hier vlak om je heen. Dat zal ik je zo laten zien. Niet alles is in die zin legaal. Dit wel. Ik ben vooral een aanjager. Plekken zoeken, dus vooral ogen open houden. En dat je denkt van, hey, de spoorlijn loopt hiernaast. De Intercity, de ICE, alles komt er langs. Dus je komt eigenlijk Ede binnen en je ziet dit. Ja. Dat is een soort van visitekaart. Is het nou echt zo dat jullie overal zelf achteraan zitten? Of dat de gemeente nu ook zegt, nou ja, jongens, het is eigenlijk tof als jullie hier iets moois van kunnen maken? Je merkt dat hoe zichtbaarder je bent, dus vooral met dit soort projecten, dat mensen geïnspireerd raken. Dus buurtbewoners die gaan dan mailen naar de gemeente en die zeggen van, ik kijk uit op een huisje of een muur, dat wordt wel ondergekalkt. Niemand haalt het eraf. Zou dat gewoon mooier maken? Ja, hard work pays off, hè? Na 5 jaar wel. Ik vond het wel een hele toffe tour door Ede. En ook weer eens wat anders, hè? Normaal ga je lekker de stad in en dan bezoek je ook, hè, monumentale panden en de historie. Iets met wandelen. Iets met wandelen. Maar ik vond dit toch ook wel heel gaaf, hoor. Dank je wel. Mocht je toch nog nieuwsgierig zijn om iets van mij te zien? Ja, heel graag. Dan zou ik zeggen, kijk even naar de overkant. Daar zien een paar mooie portretten staan. Zo, dit is wel echt heel waanzinnig.
Is goed, hè? Ja. Zo. Dank je. Ja.